goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe dagvlog op bij zus. Ik ben Kelly en het is vandaag woensdag 11 november. Iets na 8 al. Ik heb mijn wandeling erop zitten met Jewel. En ik ga beginnen aan de Instagram cursus. Die ga ik vanmorgen even doen voor het werk. Verder vandaag heb ik niet zo heel veel plannen. Ik moet werken. Ik heb een piekwijk. Dus dat betekent meer post. Maar goed, we zien wel hoe dat zich, hoe dat verloopt. Maakt allemaal niet zoveel uit. Daarna ga ik editen, een blog schrijven voor vandaag. En verder hoop ik dat ik ergens ook nog eventjes gewoon mijn doel is om alles voor, zeg maar, het avondeten, voor het koken gedaan te hebben. Zodat ik vanavond even gewoon niks moet van mezelf. Dus, nou ja, pak je yoghurt erbij. Agenda erbij. Mijn boekje erbij voor de Instagram cursus. En dan ga ik aan de slag. Goedemiddag. Of ja, ik kan bijna zeggen een goede avond. Komt omdat ik amper nog mijn camera heb gepakt. Ik heb ook eigenlijk niet meer. Ik heb ook niet meer zoveel gedaan hoor. Ik was rond. Wat was het? 1 uur thuis. Toen heb ik geluncht met wraps, met falafel. Het was wel lekker, maar niet de eer van het. Toen ben ik gaan lopen, heb ik even gebeld met Kenneth om te kijken hoe waar die uiteen goed liep. Die is inmiddels thuis, dus dat is positief. Dat ging vrij aardig. Toen ben ik achter de computer gaan zitten om te schrijven. Maar nadat als je op zo'n moment achter de computer gaat zitten, er komt niks uit je vingers. Dat kan ik je op een briefje geven. Ja, het is niet altijd zo, moet ik zeggen. Maar vandaag wil het niet. En dat is een beetje balen. Dus inmiddels is het 4:30. Heb ik al 2 keer in het schermpje gekeken. Wat ook niet hoeft. Heb ik Jill praktisch kaal geplukt. Nee, dat valt ook wel mee. Ik heb wel veel haren wel weggehaald. Die zat trouwens, na onze wandeling was ik Jewel kwijt. En ik dacht bij mezelf, ja, ze zal wel naar boven zijn of zo. Of in de gang liggen, wacht op Kenneth. Kenneth komt thuis. Ik hoor geen getrippel van Jewel. Ik denk, waar zit zij dan? Dus we hebben met z'n tweeën naar boven gestoven. Lag ze dus lekker. Prinses, heerlijk, op bed. Zo. Verschil moet er zijn. Zelfs de hond die pakt het nog beter aan. Maar leuk is dat. Lekker mooi bier. Inmiddels is het dan 4:30. Ik heb net de vuilnisbak naar binnen gehaald. Die is geleegd. En zit ik aan een kopje warme chocomel. Want ik heb koude vingers. En ik heb trek in chocolade. Het is nog niet echt tijd om te koken. Ik kook wel op tijd vandaag. Want ik ken het morgen heel vroeg op. Dus misschien dat ik jullie daar wel even mee neem. Ik ga nasi maken. Dat is misschien wel leuk. En ik wil nog een bananenbrood bakken. Want ik heb 3 bananen liggen. En eigenlijk zijn ze alle 3 niet meer goed genoeg om in mijn yoghurt te stoppen. Dus op het havermout de komende dagen. Of ik moet nog per se naar de winkel willen, maar dat is niet echt mijn bedoeling. Kan op zich wel, even kijken.
Ja, dus die wil ik ook gaan bakken. Misschien dat ik jullie daar ook wel even mee neem. Is misschien ook wel leuk. Ja, voor de rest is het weer gewoon een babbeltje. Ja, kan't helpen het. Vanmorgen begon ik ontiegelijk productief. Dat ging echt goed. En nu denk ik... ja. Waar is die Kelly naartoe? Ik was ook wel moe na het werk. Het was niet heel veel, maar wel genoeg om te zeggen... Oké. Maar goed, ook dat hoort erbij. Ik mag niet klagen. Ik ben blij dat ik werk heb en dat ik mijn werk heel leuk vind. Dus ik denk dat dat voorop staat. Ga ik nu nog even brainstormen over waar ik in godvredesnaam over ga schrijven vandaag. En wat ik nog ga delen op de blog. Dans voor mij. Het is nu even tijd om een bananenbrood te maken. Want ik heb hier 3 bananen die niet meer het jeugd van het zijn. Maar dus wel nog prima zijn voor bijvoorbeeld bananenbrood of bananenpannenkoekjes. Dus ik heb een recept gevonden op dat van de Albertijn met havermout. En dat ga ik maken. Dus ik heb 50 gram boter, 170 gram havermout, 2 eieren. 100 gram suiker en een theelepel kaneel. 3 bananen, dat ongeveer 300 gram moet zijn. En ik heb nog wat nootjes gepakt. Cashewnootjes en cranberries. Dat is een mix die Kenneth vaker meeneemt in zijn broodrommel. Ik denk, als ik daar nou een beetje van pak en erin doe, dat is misschien ook wel erg lekker. Dus ja, we gaan even aan de slag. Ja, hi. Ik heb dus die 50 gram boter, die moest ik smelten. Dus dat heb ik even gedaan. En ik ga aan de slag. Kijken wat we ervan kunnen maken. Ja, dat was super simpel. Alles door elkaar mengen eigenlijk. En dan in de oven. Je moet alleen niet, zoals ik dat deed, boter in de magnetron verwarmen. En dan op 2 minuten zetten ofzo. Doe maar niet. Doe maar gewoon niet. Want na een halve minuut doet het boem. En dan heb je de hele magnetron vol ongezouten roomboter. Top. Dus... alsjeblieft, denk erbij na. Doe dat niet. Dan komt het allemaal goed. Ga ik nu maar even Kenneth verrassen. Met een boterhammetrommel die al klaar is. Dan kan hij nog eventjes wat gamen. En dan ga ik daarna nog even bloggen, editen. En dan misschien nog even rustig aan. Oh ja, wacht. Timer aanzetten. Goh, Kelly. Bakken met Kelly. Be like... oep. Hij moet een uur. Ik denk dat ik hem even op 50 minuten zet. Want onze oven heeft nogal de kuur om veel eerder klaar te zijn dan dat eigenlijk de bedoeling is. Dus
50 minuutjes gaan we dat dan, gaan we dan kijken of de bananenbrood klaar is. Oké, mijn hoofd ziet er een beetje verlept uit. Dat komt omdat ik ruzie heb met mijn blog. Hij wil iets niet uploaden, dus mijn blogpost van vandaag die verschuif ik gewoon door naar morgen. Het zij zo. Positief is wel, mijn bananenbrood is klaar. Hij is iets aangebrand op sommige plaatjes. Maar ik ga hem jullie laten zien en ik heb hem al geproefd. En ik moet zeggen, hij is wel lekker. Dus ik ga hem jullie laten zien.